En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. De ziektekostenverzekering gaat behoorlijk omhoog. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het eigenlijk een beetje exorbitant. Het is, de laatste tijd is het te gek voor woorden. Ja, het zal wel moeten, denk ik. Hè? Want de zorg en alles erbij, dat stijgt ook allemaal in de loonkosten en alle toestanden. Hè? Ja, logisch, hè. Schrikkelijk. Ja. Ja, dat vind ik niet prettig natuurlijk. Nee. Ik vind het leuker als ze de helft doen. Dat is beter voor ons. Ja. Ik weet het niet, mijn vrouw regelt het altijd. Ik weet heel niet wat het kost. Dat is niet leuk, maar als alle kosten toenemen, zal het ook betaald moeten worden. Ja. De zorgverzekering gaat behoorlijk omhoog. Ja. Hebt u dat gelezen en wat betekent dat voor u? Ik vind het steeds voor mij zelf betekent het gelukkig niet zoveel, maar voor heel veel mensen wordt het echt een groot probleem. Ja. En vooral speciale verzekeringen zoals tandarts en extra verzekeringen gaan af. En dan gaan mensen minder naar de tandarts zussen. We ontkomen er niet aan. Nee. Want we kunnen wel zeggen, we doen het niet, maar het zal toch moeten, denk ik allemaal. Ja, ik kan het zelf niet veranderen. Dan zal de overheid daar in het principe iets moeten veranderen. En hoe weet ik ook niet. Nee. Maar het is wel zo, op een zeker moment, als je in het ziekenhuis komt te liggen, dan moet je wel geholpen worden. Als mensen niet meer willen, dan valt de hele bodem weg onder de verzorgingsmaatschappij. Dus het is een stuk van solidariteit. En mensen die niet goed kunnen betalen, krijgen ook weer zorgtoeslag. Ja. Dus ja, het is wel heel vervelend voor iedereen. Maar ja, ga er maar aan staan als regering. De medicijnen worden steeds bijzonderder en de behandelmethodes. Maar de zorg hebben we wel nodig. Inderdaad, zeer zeker. Alhoewel die op momenten ook helemaal niet goed is. Nee. En dan betaal je, nee, ik heb mijn ervaringen en dat is heel erg jammer. Nou, een andere regering zou al schelen, maar dat lost niet 1, 2, 3 op. We moeten dus terug naar dat ander concept, heb ik het idee. Jawel, het maakt mij wel uit omdat ik zie dat er zo ontzettend veel over de balk gaat. Ik heb zelf ervaren dat in de jaren 80 er steeds meer managementlagen tussen kwamen in die ziekenhuizen en in die overkoepelende bestuursorganen. En daar is al het geld in gaan zitten. Mensen die roken, zouden die dan door minder zorg moeten hebben? Ja. Ligt niet aan mij. Nee. Moeten ze zelf weten. Er moet een ander stelsel komen. Dat is een ding wat zeker is. Ja. Dankjewel. Die stille hoop hebben we. Ja. Oké, dankjewel. Oké. Okay.